Café Carillon in Beverwijk. Café Het Anker in Weert. Restaurant De Verborgen Boom in Enschede. Jeugdcentrum Ramblas in Oorschot. Café Neighbors in Sneek. Restaurant Floris in Barendrecht. Danscafé De Stoep in Midsland op de Schelling. Eetcafé Melody in Emmen. Café De Kroeg 1892 in Middelburg. Kont van het Paard in Brielen. Nog niet zo lang geleden ontdekte Nederland de Comedy Night. Ieder café, ieder jeugdcentrum en ieder restaurant wilde stand-up comedy neerzetten. En er was één man die dat voor je regelde. En ik heb echt in heel veel kroegen gestaan, maar als hij erbij is, dan is het allemaal net anders. Het is net het podiumtje op een plek waar het echt niet kan en waar het echt niet handig is. En net, altijd, er is net iets. Ik kwam in een cafeetje binnen en dan moest je nog beginnen. Dan had Hans al een half pakje sigaretten op en al twee flessen witte wijn. En dan was het voor hem al een topavond geweest en dan moest je nog spelen. Terwijl de baas was iets had van, nou, die gast moet weg. Dat hij niet tegen de eigenaar heeft gezegd dat hij wat de promotie moet doen. Of dat er geen licht is. Dus het is allemaal niet goed geregeld. Die optredens van hem zijn erg erger. Nog ergste. Waar mensen totaal niet op zitten te wachten. Af en toe heb je jonge comedians die nooit voor Hans Kopman hebben gespeeld. En dan zeg ik van, jij was er niet bij. Ik ben in de oorlog geweest. Jij was er niet bij. Iedereen moet eigenlijk helemaal gewoon een keer ontmoeten. Dat moet eigenlijk verplichte kost zijn. Sowieso voor comedians. Maar ik denk sowieso voor artiesten of zo. Dat iedereen, dat is ja, verplichte kost. Een middagje of een avond met Hans Kopman. Hey. 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 Volgens mij moesten we ook een soundcheck downloaden. Ik weet niet of beste man zelf iets wil doen of gaat Hans meteen aankomen doen, zeg maar. De onvolgrijze. Ja, is het goed zo? Dan nogmaals, de bar gaat even dicht. Komt niet voor mij, ik ga nog een drankje pakken. En dan wil ik nou graag iedereen heel veel plezier wensen en graag het woord geven aan Hans Kopman. Geef een applaus! Ja, dankjewel. Hier weer in oh ja, ik denk al. Applaus voor de neef! We komen hier geloof ik al voor het zevende jaar. Ik weet nog, de eerste keer was het geloof ik een klaslokaal toen ik hier de eerste keer kwam. En toen heette hier geloof ik ecumenische jongeren Adelaar Ikstol of zoiets. Toen was het nog van de kerk, hè, had ik begrepen. En inmiddels heette jullie dus geloof ik oudere jongeren anarchisten. Hans komt op, die kijkt naar de mensen en verwacht dan te zien dat mensen denken, ha, de Messias. Dan gaat hij praten, dan ziet hij de angst in de ogen van mensen, ziet hij aan voor, ah, die mensen bedenken nu, daar is de Messias. Ja, ik weet niet of het de MC kan noemen, maar hij kwam gewoon op en hij zei van, nou, leuk mensen, show, en toen één pedofiele grap en hoppa, eerst comedian, podium op. Zonder enig overwicht het podium oplopen, dan drie grappen vertellen die niet grappig zijn. Niet uitleggen wat er gebeurt en dan zeggen, dames en heren, hij was al grappig toen zijn ouders hem nog niet kenden. Hier is Chris van den Ende, ja. Roly Poly, hier komt Donald Olie. Van hem krijg je stijve plassen, hier is Frank Brassen. Hij kiest zijn woorden met de precisie van een chirurg. Hier is Ulf Zevenburg. Dames en heren, stop maar met zwifferen. Hier is de enige echte, Arjen van Wifferen. Ja, op school vonden ze hem al een shirker, hier is Bas Birker. Je krijgt geen stank voor dank, want hier is Hank en hij is ook nog blond en dat rijmt niet, maar dat maakt mij niet uit. Ik weet niet precies. Rechtstreeks uit de winkel van Sinkel, hier is Jurg van Ginkel. En dan zag je iedereen het publiek ook kijken, zo van, was een winkel van Sinkel ook alweer? Laten we sowieso hem bedanken voor zijn briljante Joran van der Sloot. Joran van der Sloot is een nieuwe popgroep begonnen. Joram, gaat het heten. Topper. Ik doe ook een bronvermelding. Deze komt uit Spa.
En dan pakte hij de microfoon, die hield hij dan zo bij zijn mond en zei hij: hallo Utrecht, hebben we er een beetje zin in? Waardoor iedereen, en de hele zaal weer 3 meter naar achteren schoof. En dan moest je vervolgens opkomen om er weer iets leuks van te maken. Ik weet nog dat hij een keertje me begon aan te kondigen. En hij was echt al zo bijna, dat is typisch de laatste zin. Van, dames en heren, dan is hier jullie comedian. Hij is heel bijzonder, hij is een beetje donker. Een beetje, en toen zag je hem zo'n zijtak in. Een beetje zoals, kennen jullie die platenhoes van Pink Floyd? Van Dark Side of the Moon. Er komt dus een licht in aan de ene kant. En dan is het een soort prisma. En het was een jongerencentrum van 15-jarigen. Die allemaal zelfs van, Pink Floyd? Wat, hè? Dark Side of the Moon? En dat ging echt 3 minuten zo door. Toen ik zo achter stond, kom ik op. En toen was hij daar zo, en dus, dan gaat het licht verder. Prisma is best wel interessant iets. Maar goed, rechtstreeks uit de winkel van Sinkel. Hier is Jurre van Ginkel. Hij wil als MC, want het bespaarde geld. Dus dan kondig je de eerste act aan. Weet je, nou dat doe je, een tweede act. En dan kondig je de act af en dan kondig je de pauze aan. Maar dan omdat Hans of dronken was of dat niet nodig vond, dan ging hij in die stoel zitten en dan zei hij, pauze! Weet je, en dan... dat is gewoon, pauze, oké. En dat werd gewoon geaccepteerd. Weet je, dat zo deed Hans dat gewoon. Dan zeg maar, moet je dat dan niet, dat is toch professioneel? Ja, dit zo kan toch ook? Weet je, ja. Dus je kwam in de ijskoud, nou, met ijsblokjesbad kom je dat podium op. En uiteindelijk was je dan, ja, had je best gedaan en uiteindelijk kwam je dan het podium weer af. En dan zei Hans, hoe voel je hem gaan? Nee. Doe mij maar, waar denk je aan als je door mij hoort? Geld. Heel veel geld. Ja, sluiers. Nee, over sluiers gesproken, daar heb ik ook wel, juist. Je ziet er zoveel sluiers, dus de boerkaas heb ik het erover. Dus, en eten. Gaat zo, hè? Dan luikje dicht. Dat ik denk van... misschien een beetje brutaal dat ik dat dan dacht, maar ik vind... een spleet hoort bij een vrouw tussen de benen en niet tussen de ogen. Dat jullie dat ook een beetje met mij eens zijn dan hier. Trouwens, nieuw land ook voor die mensen met die... hoe heet het ook weer? Die sluiers? Ja. Die moeten allemaal terug naar Burkina Faso. Is misschien een beetje... Burkina Faso. Burkina Faso. Ja, dat is zo'n land voor de Afrika Cup. De Afrika Cup is nu, hè? En Burkina, of Burkina Faso, een beetje een moeilijk grapje, heb ik net een uur geleden op het toilet. Waarvan ik dacht dat het veranderd was trouwens. Het is heel weinig veranderd, maar er zijn gewoon inderdaad vrouwen en mannen toiletten. Dus ik kan je nagaan waar ik dan, ja, vorige keer ben. Prima. Man, super ruim. Bloody. Ik heb hier een mening over. Het was op een festival. Je bedoelt zo'n festival met bands en zo? Ja. Oké, ik speel op een popfestival in Den Helder. In een tent. Zo'n tent? Pak een beet, 2000 man erin kunnen staan. Geen probleem. We trekken 8 man publiek. En wij waren geprogrammeerd tegelijkertijd met Green Lizard. De headliner van het festival. Dus terwijl Green Lizard zo stond te spelen, stonden wij met de tent die kant op te spelen. Van deze 8 zijn 6 zijn zwaar aan de kook. Ja? En die liepen daarvoor zo. Dus je had zo 3 meter niks, dan 4 van die bankjes en dan hij. Zo gast, zo. Ze komen naar voren en eentje zegt tegen mij, terwijl ik grappen probeer te maken met van die enorme holle kookogen. Jij denkt zeker dat je leuk bent. En ik weet dat ik heb gespeeld. Gewoon om gewoon dat kwartier vol te rollen. Omdat ik ging die factuur sturen. Het ging me niet gebeuren dat ik die niet betaald ging krijgen. Den Helder is echt ver. Hans Steeuw is leuk. Hans Steeuw, die is leuk. En ik denk dat het Hans Jongsma was die gewoon 20 minuten gewoon eens blijven doen alsof het een fantastische zaal was. Gewoon om de tijd maar vol te maken. Om maar
Niet dat er ooit een rechtszaak zou komen, om dan niet aan contract. Wij gingen die factuur gewoon sturen. En dan Hans Jongs en dan gewoon goedenavond fans. Ja, jongen, dat is legendarisch, hè. Onder deze kleren ben ik helemaal naakt, speciaal voor jullie. Ik ben ontslagen bij een exportbedrijf, want ik voerde niks uit. Nou, dat 20 minuten, joh. Ik ben kapot gegaan. Kapot gegaan. Super hartje zomer in een tent. Comedy in een badkuip. Hij had hier een badkuip op het podium gezet. En dan moest je dan als comedian in de badkuip gaan staan en dan daar grapjes maken. Maar tegen de tijd dat ik daar aankwam, was dat een soort personeelsfeest in een bowlingbaan, annex, kartbaan, annex, weet ik veel, nog iets. En toen hadden ze het optreden verplaatst van de zaal waar de badkuip stond naar de bowlingbaan. Maar daar werd natuurlijk gewoon gebold. Dus het sloeg nergens op om daar überhaupt comedy te doen. En toen heeft er iemand, ik weet niet meer wie, heeft gezegd, nou ik ga wel. En nou, die ging toen optreden op de bowlingbaan. En niemand zat te luisteren. Toen zei hij, dan ben jij na de pauze. Het zei ik, dat is de enige keer in mijn leven dat ik een optreden niet gedaan heb. Dat ik zei, dude, we staan op een bowlingbaan. Ik ga je niet spelen. Het spijt me heel erg, maar ik stap weer in de auto en ik ga naar huis. En normaal gesproken zou ik zeggen, en ik wil betaald krijgen ook. Maar toen dacht ik ook, nou, ik laat dit gewoon zitten. En ik vind het wel best zo. Ik heb veel verkopers gezien in mijn leven wel of zo. Maar nog nooit iemand met de tactiek van Hans Kopman. Gewoon naar een kroeg gaan en zeggen, zeg eens even over die stand-up comedy avond volgende week hier. Wij weten helemaal niet van de stand-up comedy. Oh nee, maar die heb ik gepland hier. En dat er dan ook daadwerkelijk een stand-up comedy avond kwam. Die kwam gewoon een comedy night. Ik ben er geweest. Echt. En niet op één, op echt minstens 20. Dat waarvan mensen helemaal niet wisten dat wij kwamen. Of zo. Maar dat is Hans. En het lukt hem, hè? Mensen bellen hem. Het optreden wat me het meeste bij staat is van de Basket in Utrecht. De Basket is een soort Grand Café ding tegenover de school van journalistiek van de Universiteit Utrecht. En daar was niemand. Daar was ik gewoon, voor de optredens die we voor Hans deden, werd ook nooit promotie gemaakt. Dus het was heel kut. Dat heb ik automatisch die chatscherm die overgaan. Mevrouw die heel erg met de chat. En die zegt dan heel vaak van, wat is er weer aan de te doen? En ik geef hem een groot applaus voor die victorie, Steven Stol! Dank u wel. Goedenavond. Hallo. Ik krijg soms van mensen commentaar die vinden dat ik heel kak praat. Jezus, kan dat ik zo kak praat. En het vroeg me op een gegeven moment zelf ook al, ben ik aan mijn vader gaan vragen. Dus papa, kan dat ik zo kak praat? En mijn vader. Jongen, dat is weer een vraag bij aan de putter. Ik weet niet of iedereen dat had, maar ik had het gevoel dat hij het gevoel had dat wij een soort rapport hadden samen. En misschien omdat we allebei journalist waren geweest. En hij... Dus als hij een idee had, dan belde hij mij vaak ook op. Maar dat kon ook gewoon zondagnacht om 3 uur 's nachts zijn. En dat was dan bijvoorbeeld een zondag in maart of zo. En dan belde hij om 3 uur 's nachts. En dan, Hans, kom maar, Jezus. Nou ja, misschien is hij in de problemen of zo. Neem toch maar op, weet je. Steven Stol. Nou, ik dacht, ik moet je even bellen, want ik heb een geweldig idee. En wat? Campings. Al die campings hebben een kantine. Ja, daar gaan we natuurlijk shows neerzetten. Ik heb al contact met 3 campings in Limburg. Oh, en wanneer zijn die shows dan? In november. Hans sms't mij op een gegeven moment of ik hem in contact kan brengen met de producer van een nummer dat ik heb gemaakt met iemand anders. En want het EK kwam er namelijk aan. En hij had een fantastisch idee, want er is altijd aandacht voor al die spelers en voor de fans, maar niet voor de ballenjongens en meisjes. Dus hij had de ballade van de ballenjongen geschreven. En die heeft hij me ook opgestuurd, had de camera gezet zo op het klavier en dan zie je het spelen. Keurige klassieke kleinkunsttekst, niks mis mee. Misschien niet echt een voetbalnummer, maar het was vooral 2,5 week voor het EK. Op zich ging heel erg goed. Komt daarna die Hans Kopman op me af. Zo'n grote, behaarde man, een beetje excentriek. En die zegt van, wauw, dat was fantastisch. Jij wordt echt een hele grote ster. Ik ga jou groot maken.
En ik had er zoiets van, wow, hij gaat me groot maken. Ik trapte er volledig in. Maar het allerkutste was, hij had verzonnen dat er een promotieavond zou zijn van zijn stal in Club 8. En dat daar gewoon iedereen een stukje zou spelen. En dan zouden we er opgenomen, een dvd'tje van gemaakt, rondgestuurd naar alle theaters. En het blijkt dus dat hij van iedereen die daar speelde, gewoon een willekeurig stuk, ook midden in een zin, in en eruit geknipt, achter elkaar gezet, dvd gemaakt. En naar alle theaters van Nederland heeft gestuurd. Alles. Hij heeft in Club 8 een heleboel avonden georganiseerd. Hij heeft die tent ook wel echt volgetrokken. En ervoor gezorgd dat er telkens heel veel publiek was. Gewoon voor iedereen die erop trad. Omdat hij overal waar hij liep hij rond met flyers. En ging die mensen uitnodigen. En hij zorgde er echt voor dat er heel veel mensen daar naartoe kwamen. En op een gegeven moment was ook de avond van het mooie lied. En toen heeft hij ook heel veel mensen uitgenodigd die daar ook echt kwamen. Adje van Paul de Leeuw bijvoorbeeld. Voordat hij daarmee bekend was, trad daar toen op met de zingende decoupeerzaag. Huub van der Lubbe was er, Alex Ruka was er, Bas Greveling, Ernst van der Pas. Het ging maar door, best wel veel artiesten. Oké, op een gegeven moment wist je dan te vertellen uit het plan om een comedy tour op te zetten bij... langs de Spaanse kusten, dat was dan voor clubs waar veel Nederlanders kwamen. Het liefste Hans Koppen moment dat ik heb is in theater De Pepformule, vlak over de grens in Duitsland. Hij wou toen de Duitse markt veroveren en een van de stappen die hij daarin nam was het afhuren van een theater in Duitsland. Hij wist met veel Ja, onder andere had hij Lionel Messi had hij gesproken. Ja, het mooiste moment is, wij lopen naar binnen en dat blijkt niet een aftandse tent te zijn, maar gewoon een prachtig gerestaureerde, zoals de naam al doet vermoeden, pepermolen. Een fantastisch theater, sfeervol, authentiek en leeg. Want, weet je, hij leeft in een wereld waarin het carré was. Maar het was gewoon echt gewoon een kroeg waar ze een appelcarré serveerden. Dat was ongeveer wat ze hadden. Het was heel jammer. Maar dat had voor mij wel alles wat Hans Koppen kenmerkt. Weet je, de levensgrote ambities. De fanatieke edoch amateuristische voorbereiding. Maar ook zijn liefde voor theater. Dat je denkt van, nou, ik kan hier, ik Hans Koppen, kan de Duitse markt veroveren. Weet je, wat heeft Linda de Mol dat ik niet heb? Who thinks that I should talk and that she should shut the fuck up? Duidelijk. Oh, should we just take a fuck pauze? Dat was een hele suggestie. Wat gaan we doen? I thought it was going okay. Ja, dit is echt ouderwetse handwerk, hè? Ja, ik vind het leuk. Vind ik cool. En enthousiaste mensen, hè? Mensen die mij niet kennen, weet je wel, de generatie is natuurlijk... en normaal is het vanaf 16 tot 25, maar er zijn ook mensen die dan 30, 35... Ja. En hier nog steeds blijven hangen en ook in de organisatie zitten. Ja. Dus ik zie elke keer weer nieuwe mensen en jongen uit. Oh, je doet het al jaren? We doen het al 6, 7 jaar. Roel. Ja, Roel is hier een begrip. Oh, sure. Ze zagen eerst Roel en daarna gingen ze naar, naar Lowlands. En zeiden ze... Ha, Roel! En ze En ook Jeroen is een paar keer zo voorgekomen. Heeft hij hart voor comedy? Volgens mij heeft hij geen idee van wat comedy is of wat goed of slecht is. Ja, die man heeft wel echt hart voor comedy. Alleen, hij is natuurlijk totaal gestoord. Volgens mij, als hij betaald wordt op het einde van het optreden, dan zit hij van, oh goed, dat was een goed optreden. Anders niet. Hans is gewoon iemand die super intelligent is. Alleen, zijn hersens kunnen dat gewoon niet aan. Dus hij is gewoon verder dan heel veel mensen denken. En hij snapt ook heel veel dingen. Alleen hij kan dat gewoon niet door zijn mond of door zijn... Hij heeft gewoon te veel. Ik weet niet of je kan zeggen iemand met een persoonlijkheidsstoornis die ook een drankprobleem heeft. Of een alcoholist met een persoonlijkheidsstoornis. Eén van die twee. Ja, en dan word je gek in je hoofd. Dan word je totaal gestoord. Echt, want dan moet je alcohol hebben, dan moet je zuipen, dan moet je medicijnen. Want anders kan je het gewoon niet aan. Dus de man is...
ja, creatief gestoord. Stoere brandweerman, of niet dan? Oh, daar ben jij. Oh, sorry. Ho. Jij bent gewoon homo. Nou, oké, okay, ja. Hé, hey, we gaan door. Heb je er moeite mee? Nou, daar kom je zo wel achter in de toiletten. Waar woon je? In een kelder. Nou, nee, we gaan verder met de laatste. Heb je de afsluiting van vanavond? Hebben jullie daar zin in? Yeah. Oh, zo. Zijn jullie echt te wachten? Nou, ik wil een keihard applaus weer trappelen met de voetjes. En een keihard applaus voor nieuwe kinderen van Chris van der Hebben, mensen. Goedenavond, dames en heren. Goed. Ik ben eigenlijk een Braziliaan. En Brazilianen die staan bekend dat ze goed kunnen voetballen. Dat ze goed kunnen dansen. Maar ik heb meer het gevoel toen God me schiet dat ik van de lopende band ben afgeflikkerd. Ja, dat is proberen we. Deze Braziliaan kan goed dansen. Deze Braziliaan kan goed voetballen. Toen ik. Klaar! Over in de bonusbak of zo. Ja, ik ben ook niet gemaakt door God. Ik ben gemaakt door een stagiaire. Allah. De eerste keer dat ik Hans Kotman zag, was bij een comedywedstrijd. Het was een comedywedstrijd en ik ging mee met een comedian. En die comedian vertelde me voor de show, zei hij van, ik zit nu bij een nieuwe impresariaat. En die man is echt geweldig en hij is een recensent geweest. Heeft verstand van comedy, cabaret en heeft echt geweldige man. Dus ik dacht, oh, oké. En die zit vanavond in de zaal. En Hans komt binnen. En niemand wil hem in zijn publiek hebben. Maar goed, hij komt binnen en gaat meteen aandacht opschrijven. Terwijl Nico aan het spelen was. En wij zitten ook met z'n allen aan een biertje. En van, oh mijn god, ga godsnaam weg. En Hans die hekkelt hem, dus die ontbreekt hem. Dus die zegt, met die bananen. Zo in die hoek van het Comedy Café zo. Op een gegeven moment zegt Nico vanaf het podium van, Hans, wil je even rustig zijn? Hans begon weer moeilijk te doen en toen zei Nico tegen het publiek, begon zich ook eraan te ergeren en zegt, sorry hoor, maar dat is mijn agent en teken maar niks van hem aan, want hij is alcoholist en pedofiel. Hahaha, een lach. En afloop zei ik van, ja, het is niet zo'n slim idee om dan, weet je, iemand die je wil verkopen, dat gaat doen, want dat werkt niet echt. Ja, maar dat is stand-up comedy, weet je. Na dat optreden zitten we bij elkaar aan de tafel. Komt Hans heel boos naar ons toe en zegt van, Nico, dat had je nooit moeten zeggen over mij. Dat vind ik niet leuk. Nico zegt tegen Hans, ja, sorry dat ik je kwaad maakte. Dat bedoelde ik niet hoor, sorry dat ik je pedofiel noem. Nee, dat vind ik niet erg, maar dat je me alcoholist noemt, dat vind ik erg. Oh, zegt Nico, sorry, kan ik het goed maken met je? Ja, doe maar twee wijntjes. Als je een optreden hebt gedaan voor Hans Kopman, kun je aan de drankrekening zien of de show goed was. Als de show goed was, is er geen drankrekening. Als de show niet zo goed was, moet Hans ineens zijn drank betalen. En ja, let's be honest, ik lust graag bier. Ik drink ook graag witte wijn, drink ook graag. Maar dat is wijn drinken 2.0. Zoals Bert Gabriel zou zeggen, hij had twee glazen wijn op, van die lange, met zo'n kurk. Ik ben een alcoholist, dat weet ik. Weet je wel? Ik drink misschien net even iets te veel. Gewoon. Maar die gast die heeft dat zo stelselmatig, zo vaak gedaan, dat hij zijn Korsakov gewoon Mogol is geworden. Gewoon. En dan 's middags hadden we ergens afgesproken, dus snik heet weer. En dan zat hij op een brug, zat hij in een zakkenman zitten met zijn bruine kop in de zon, met een blikje half liter bier erbij. En dan mensen schreeuwen van, wil je een euro? Wil je een euro? En dan zat iedereen een beetje verstoord van, nee man, natuurlijk niet, ga weg man. En dan zei hij, ja, ik ben een omgekeerde zwerver. Wil je een euro? Dat was in een restaurant tussen de gangen door. En, maar toen was Hans ook zo dronken dat hij ook gewoon tegen de eigenaar van het restaurant ook aanging zeuren dat hij meer wijn wou. Meer wijn, meer wijn. Ik heb deze show geregeld hoor, wijn, wijn. En dat was een beetje. Toen wou ik eigenlijk liever niet met hem geassocieerd worden. Dus iedereen zat hem ook een beetje aan te kijken. Ook alle mensen die daar aan het eten waren. Ook van, wat is dit voor een rare man? Ben ik op een gegeven moment, had hij me aangeraden om mijn studio in Haarlem te benaderen. Want hij zei tegen mij van,
Ja, die shows waren wel leuk daar, maar ze hadden niet zoveel budget meer. En omdat ik natuurlijk ook open mic-achtige shows organiseer, misschien is dat wat voor jou. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan. En toen zei ik, vertelde ik dat. Ik zei van, nou ja, ik begreep dat jullie niet zoveel budget hadden, maar... En toen zei hij, nee, dat is niet de reden dat we met Hans Kotman gestopt zijn. De reden is dat hij onze gasten ging lastigvallen. In ieder geval de helft van de tijd was hij gewond geraakt door een of ander gevecht. Of... Ik moet bijzeggen, dat was nooit zijn schuld. Het was altijd... één situatie die ik me bijvoorbeeld kan herinneren, dat hij was een dame, was hij mee in gesprek. En er waren kerels die waren aan het lastigvallen, waar die dame eigenlijk aan het lastigvallen. En nou, dan moet je Hans Kotman hebben. Maar die kan niet tegen onrecht. En ja, dat is uiteindelijk in een gevecht losgelopen. Dat is een hele hand open lag en hij was helemaal weer gesloten. Het is niet normaal dat je impresario gewoon fucking dronkener is dan de fucking comedians. Comedians zijn al behoorlijk dronken altijd. Het is bizar dat de gast die jou moet vertegenwoordigen gewoon echt naast je zwalkt en met schaafwonden op zijn bek omdat hij weer tegen de muur aan is geflikkerd. Gewoon, dat is bizar. Would any woman trust this man? To go near? Could you imagine? Remember his face? You're young now, but in a few years' time you might have to go and see the vag doctor. You know? Oh, sit down! You fucking sneaky boy, eh? Why are you making that noise? Thanks, guys. I've enjoyed this. I can honestly say, what? Have you been there? 60 people before? I've enjoyed doing this more than a show for 6,000 people. Yeah. Thank you. You know why? Because this really happened. Spoor, Hol en Amsterdam Centraal. Het heet een uur in zes. Van spoor 1. Hier kan het gewoon. Ik kan dus ook gewoon meedoen met omroepberichten. Nee, je hoort mij niet klagen. Ik vind dit fantastisch. En met name, ja, dan toch wel de trein. Met alle respect voor de comedians. Ook al kon ik dan maar mooi meerijden. En droeg ik netjes bij in de bijkosten. Dat gelul onderweg. Ja, nou, en met name op de terugreis, daar word je niet vrolijk van. Nee, nou, die oppepernij van wat ze allemaal niet uit hun hoofd kennen. Van mensen die wel geslaagd zijn. He, zou ik zeggen, het is echt gewoon waanzinnig. Eerst die onzekerheid of van hoeveel mensen zitten ermee. Dat soort dingen is toch totaal onbelangrijk. Je komt ergens aan, je schik je naar de situatie en je doet gewoon je ding. En zo goed mogelijk. Maar is dat onzekerheid? Van comedians is, ja, dat is totaal onzekerheid. Waarom sta je anders op het podium? Want dit is voor mij het mooiste podium gewoon. Daarom ben ik denk ik, sta ik ook niet op podium, omdat ik zie overal een podium. Toen heb ik voor het eerst in mijn leven meegemaakt. Ik was nog niet het podium, dus kondigde ik jou aan. Die zat helemaal bijna in extase.
kwamen er twee vrouwen, ongelogen. Eén was paardentemster, ik kan me nog herinneren, fluisterde ze in mijn oor. Bijna meetrekken als ik een stropdas had gehad. Meetrekken en achter de kreng tegen mij. En op schoot, hè. En wat wil je drinken en dat en dat. Ik denk, waar heb ik dit aan te danken? Maar wel lekker. Scottman, ja, die was echt geweldig met vrouwen. Ik heb, ja, ik heb hem echt met... maar wel allemaal vrouwen van zijn leeftijd. Hè. Het is niet dat het allemaal fotomodellen waren. Het waren natuurlijk allemaal ook zeg maar met memopauzes en issues. Ik had het vrouwen binnen 20 seconden laten doen. Nou, sterker nog, gisteren kwam ik binnen. Het was gewoon zo. Eerst even schrikken en dan is het kusje. Ja, hij zei, hij stapte de auto in en hij zei van, nou Dries, ik maak toenaderingen naar die vrouw, naar Esther, die aan jouw schoonzus is. En ik overweeg een klein kusje. Bleek later dat hij gewoon zijn natte lap in haar mond had gestoken. Goed, ik overweeg een klein kusje en zij weert me af. Dat vind ik een heel preuts. Dat vind ik een heel preuts en ja, niet nodig. Ik had ze allemaal. Op een gegeven moment, ik was zo geil. Er stonden vier Friezinnen, die begonnen ook Fries te praten, voor Weber. Die zeiden, god, jij hebt nog wat te drinken. Jij bent wel een lekkere jongen, een beetje Roel, hè? Jij bent wel een lekkere jongen. Ik zeg, ja, nou, als je even tijd hebt, dan ga je niet met me mee. Ze hebben vier keer het adres gevraagd. Ik zeg tegenover, kent u je vrij het kippetjes? En ze zouden komen. Ja, maar serieus, ik bedoel, dit is wel de man die gewoon op een gegeven moment had ontdekt. Als je gewoon een telefoonboek openslaat en je gaat gewoon naar mensen bellen, kom je op een gegeven moment op een single vrouw uit. En dat deed hij, hè? Het is geen grap, hè? Dus als Hans een show had in Brugkutterveen, dan ging hij het telefoonboek van Brugkutterveen open doen. Net zolang tot hij een single vrouw had. En die vroeg je dan, ik heb gespeeld, hè? Maar gewoon een vrouw met haar zoon gewoon kwam zien. Dat was het. Die kwam gewoon zien. Toen ken jij die heb ik gewoon opgebeld. Leuk, hè? Waarvan akte. Toen moest Caroline Sanders worden betaald. Hoor ik hem zeggen daartussen. En wordt er nog gestoend. Ik lekker profetje. Wordt er nog gestoend. Dat we ergens, volgens mij was dat in Heerlen, na een optreden in de kroeg zaten en hij wijn aan het drinken was en mij toen vertelde dat hij dan s'avonds wel eens tv zat te kijken. En dan zag hij mensen, en dan zag hij bijvoorbeeld een vrouw, een weervrouw, dat hij dacht van wat een mooie weervrouw is dat. En ik zat er bezig mee, zo van ja, oké. Hij zei van nee, Jurg. Toen pakte hij me ook zo bij mijn arm. Zei zo, nee, dan ga ik die vrouwen bellen. En ik zei zo, ja. Nee, dan ga ik ze bellen. Dan zeg ik dat ik van de krant ben. Ja, dan werk ik al lang niet meer. Maar dan ga ik met ze afspreken. Er is een verhaal dat hij een vriendin in Maassluis had. Die had een boutique. En die boutique was best wel bekend in Maassluis. Ik weet niet of het was herenkleding of dameskleding. Ik weet niet wat het was. Dus zoals in Maassluis was hij een heel belangrijk persoon of zo. Iedereen kende haar in Maassluis. En Hans die kwam daar omdat ze vriendin was. Dus dan ging dan naar de boutique toe. En dan werd dan wakker 's middags. Dus wat hij dan deed, is dat hij dan de raam opendeed. En dat hij dus vanuit van de bovenkant ging hij dan naar mensen schreeuwen. Dat hij amateurparagnost was. En of je langs kon komen, dan kon hij je hand lezen. Maar Sluis is een hele nette. Dat zijn nette mensen. Dus ja, die mensen die zeiden ook niks tegen zijn vriendin. Die hielden ook zijn mond. Alleen zij merkte dat haar sociaal leven, dat mensen een beetje raar gingen doen en het gevoel hadden van, ja, dit is niet goed. En ze merkte dat ze gewoon vrienden kwijtraken. Toen ging het uit met Hans. Toen kwamen al die mensen met die verhalen dat hij daar stond te bellen naakt. En dat het hem totaal niet interesseerde. Dus dan zit hij in die piek. Ik sta in Twee Klaveren met, jawel, Hans Teven. Het kreng komt even inpluggen. Om nog even terug te komen op Guzman bijvoorbeeld, die dan zei, ja, 15 jaar geleden zag jij mij staan op de Kleinkunstacademie. Hij zei, wat, met z'n zessen. Die mevrouw met dat haar wilde zich melden. Hallo. Ja, daarom. Die wordt gefilmd namelijk. En dat is de ware artiest. Die geeft en durft. Kunst is gabe, keine wiedergabe. Tot zover. Nou, toen heb ik een tijdje niks van hem gehoord. Ik had hem op een gegeven moment gemaild van, joh, hoe zit het? Hans, heb je nog een optreden voor me? En toen zei hij van, ja, je mag een keer komen spelen bij de Lof der Zotheid in Rotterdam.
op de oostelijke of westelijke handelskade in Rotterdam, in een oud complex, was een club geopend. Die was naar het schijnt ideaal voor comedy. En daar ging een maandelijkse comedyavond gepland worden door Hans. Die zou Lof der Zotheid gaan heten. Hè? Rotterdam, Erasmus, daar heeft Hans natuurlijk altijd wel over nagedacht. Hans gaf een heel interview aan de stad dat hij altijd al aangetrokken was tot het water. En dat hij daarom zo graag een comedyclub in Rotterdam wilde beginnen. En er heeft dus ook echt een stuk in het AD gestaan daarover. Maar best wel een groot stuk. En uiteindelijk was dan het moment. En ik weet nog dat Hans had een soort event daarvoor aangemaakt. Op zijn website was dat ook echt een ding. En daar stonden elke naam van elke cabaretier die jij kunt bedenken. Die stond op die affiche. En dat was al heel raar. Dus wij dachten al, ja, er moet ergens een twist komen. Of ze gaan we video's kijken of zo. Nee, die stond gewoon op die affiche. Dat was het. Dat was ook heel het punt. Hans Kopman, ik wens jou heel veel succes met Lof der Zotheid. En heel veel succes met zoveel mogelijk geld inzamelen voor de arme kindjes van Eritrea. Ik kan er helaas niet bij zijn vanavond, maar laat ik dan langs deze onsympathieke weg vanuit de cirkel in Heemskerk nog een kleine muzikale bijdrage leveren. Het is misschien een goed begin voor je nieuwe theater, de Lof der Zotheid in Rotterdam. Goed initiatief, veel succes gewenst met al die comedians. Er zijn er wel veel van, maar jij kan er wel weer wat leuke aan toevoegen. Heel veel succes en heel veel plezier op de opening. Tot kijken. Maar hij had ook gewoon Anouk onder andere gezegd dat hij ging optreden. En ik zei, Anouk, hoe heb je nou Anouk? Nee, dat is gewoon een andere Anouk. Ik ken gewoon een meisje, heet ook Anouk. Nou, die komt al langs. Overal stond ook boven, want ik ben niet op mijn achterhoofd gevallen. Overal stond boven, onder voorbehoud OVB. En hij had dan ook nog beweerd, en dat stond geciteerd in het Algemeen Dagblad, dat de club geopend zou worden door Willem van Hanegem. Er is een artikel verschenen in het AD met een fotootje van Willem van Hanegem. Nou, dat gebeurde natuurlijk niet. Wim van Hanegem. Er stond een fotootje van Wim van Hanegem. Ja. Maar dat meisje van de krant die belde mij nog op, zei, wat is het nou? En toen zei ik, nee, je hebt niet goed gelezen. Er stond Willem van Hanegem. Haha. En ze belde me. Ik zeg, ja, kijk maar even in je mail. Oh ja, verkeerd gelezen. Maar dat zijn pas, hoe noem je dat? Hoe noem je zulke dingen? Practical jokes. En die avond in Rotterdam was ook nog voor het goede doel. En in eerste instantie zou het War Child zijn. En Hans had een verhaal van ik echt heel bang ben dat het echt waar is. Namelijk dat hij Marco Borsato uit bed had gebeld. En ik heb hem een half uur aan de lijn gehad. En daarna heeft hij door zijn secretaresse een of ander dom dingetje laten optypen. Dat ik ook nog wel weet. Dus dat is gewoon een grote hondenul. En dat was gebeurd. Hij was dronken de avond ervoor. Kwamen we ergens uit Dordrecht. Was hij helemaal dronken en optreden. Dus ik ben naar huis gegaan. Hij is daar nog gebleven in Dordrecht. Helemaal bezopen. En toen werd hij in Rotterdam wakker. Om 3:30. Ja, en die eigenaar van die tent waar het al zou gebeuren, die heeft waarschijnlijk gewoon gedacht, ja, dag. Die man wilde geld hebben als voorschot opeens. Dat was niet afgesproken. Hij wilde garantie voor de omzet, zeg maar. Doe even €700, dat soort gelul. Maar dus werd het dus verplaatst naar een andere tent op dezelfde dag. Vanaf 8:30 tot 2:30 s'nachts zei hij om de 10 minuten, Frank, jij mag zo meteen op. Jij mag zo meteen spelen. En na 10 minuten mag ik. Nee, zo meteen. Eerst die en die. Na om 2:30 waren er nog 2. Ik zou afsluiten die avond. ik mocht om 2:00 mocht ik afsluiten voor 6 mensen of zoiets. En toen nog eens van, ja, flikker op. Dan ben ik weggegaan. Ja, maar mij is echt niets te verwijten. Maar toen begon het wel te lopen. Maar je had ook verontwaardigde artiesten, geen kleedruimte en dat soort dingen. Ik denk, Krenk, get alive. Ga gewoon spelen en doe je ding. En hou je er buiten verder. Dus ik heb ook mensen weggestuurd en het spiegel voorgehouden en anders opzouten gewoon. Dan ben je geen artiest. Onderweg werden we al door iedereen ge-sms'd van blijf weg, want het is een hel. Het is helemaal naar de kloten en het is helemaal fout. Toen zijn we toch daar naartoe gegaan. Toen kwam ik aan en toen liep hij daar al een beetje te raaskallen en te doen van dat het allemaal de schuld van iemand anders was. En toen vroeg hij op een gegeven moment van, ga je nog spelen? En ik zei, nee, ik ga echt niet spelen. Dit slaat echt helemaal nergens op.
En toen begon hij tegen mij uit te varen dat ik alleen maar comedy deed voor het geld. En dat ik niet loyaal was. En dat het nooit wat met me zou worden. En dat ik een vieze, vuile broodspeler was die geen liefde had voor het vak. En toen heb ik gezegd, dankjewel Hans. En tabé. En sindsdien nooit meer de telefoon opgepakt. What's the charm? It's a small village and people are already excited and smiling at you as you come in, rather than if when you're in a big city and people just go, ugh, fuck you. Here they go, ooh, somebody from outside has come here. Waarom staan we daar? Ja, spelen is spelen is spelen. En dat is altijd beter dan niet spelen. Ja, het is spelen. Ik heb toen ik begon een paar regels voor mezelf bedacht. En één was van je zegt nooit nee tegen optredens. Ik denk dat het op de een of andere manier is het sadomasochistische in je vak. Dat je wil op dat soort, je wil gewoon spelen. Dus ja, als je op zaterdagavond niks te doen hebt en hij belt weer op, ja, dan ga je maar. De reden waarom elke comedian wel eens met hem mee is gegaan, omdat we toch allemaal hoertjes zijn. We willen toch allemaal centjes verdienen. En als je een avond niks te doen hebt en je denkt, nou oké, dan gaan we met Hans Koch maar geld verdienen gewoon. Carré zal mij niet bellen, daar moet ik ook heel eerlijk in zijn. En als Hans Kopman hem belt, dan denk je van, ja, het is een optreden, dus ik doe het. Ik ben ook al helemaal geen grote artiest. Ik ben totaal geen bekende comedian, dus ik vind sowieso dat ik dit moet doen eigenlijk. Plus wat ik ook vind is dat mijn vriendinnetje heeft best een goede baan of zo. En die moet voor 100 euro moet die gewoon een hele dag achter een bureau zitten. Die moet gewoon suffe bouw aanvragen, controleren op brandveiligheid. En ik moet voor diezelfde 100 euro even in de auto zitten, wat ik eigenlijk best wel graag doe. Om vervolgens naar mensen te gaan die willen lachen om zelf een leuke tijd. Ja, eigenlijk is dat niet zo. Eigenlijk is dat goed verdiend, hè. Ik weet ook wel, het slaat nergens op. Maar het is gewoon omdat ik er ook van hou. Comedy hoort namelijk in dit soort plekken. Het hoort in een kroegje te zijn, het hoort in een club te zijn, het hoort in een poppodium. Ja, dus je moet het gevoel hebben dat het net een beetje niet klopt, dat het geluid niet helemaal goed is. Kijk, het is een beetje zoals jazz eigenlijk. Hè? Je moet kunnen reageren op je publiek en daarop kunnen anticiperen. En als het dan lukt, is het fantastisch. En als het niet lukt, ja, dan ben je kapot. Het moet een beetje pijn doen. Die adrenalinekick die je ervaart als het een keer een succes is, dat wil je vaker en vaker en nog een keer. Waarom? Omdat als mensen keihard lachen of lachen, dan krijg je een stukje bevestiging naar jouw persoon toe. Dat wat jij bedacht hebt, dat het leuk is. En dan gaan mensen klappen en gaan ze lachen en dan is alles fantastisch en dan is jij de week weer goed. Het is ook wel lekker, weet je. Het geeft ook ergens wel een kick als je op een onmogelijke plek staat en je kan het naar jouw hand trekken. Ja, dat voelt wel waanzinnig. Dus je ego wordt er ook wel doorgestreeld. Als je zo'n echt een kut optreden voor 15 man toch weet om te buigen naar een leuke avond, is dat eigenlijk meer voldoening dan op zaterdagavond in 20 minuutjes het comedycafé bij wijze van spreken op zijn kop zetten met 120 vrijgezellen die allemaal 16 euro hebben betaald. Die gaan wel lachen. Die gaan hun geld wel uitlachen. En zeker voor beginnende comedians, je had toen de tijd of je had Toemelen of de Explosion of het comedycafé en daaronder was het eigenlijk niks. En Hans, ja, hoe slecht of ze ook waren, af en toe stond je in een bus op je te spelen. Maar je kon wel ergens spelen en dat vond ik wel te gek. Dan was er een avond heel erg goed gegaan en dan was hij in tranen van hoe mooi hij de avond vond. En dan was hij er zo helemaal geëmotioneerd door dat hij dat zo toch voor elkaar had gekregen. En dat hij mensen had kunnen laten schitteren op het podium. Dat is wel... Ja, dat zeg ik maar een beetje. Ja, nee, het was heel mooi. Ja. En dan zei hij, nou weer bier drinken. Nou, dan ging ik weer bier drinken. Ja, ik heb dat wel heel vaak gehad dat ik dacht van, nou, nu is het wel afgelopen met Hans of zo. Dat ik dacht van, ja, nu moet er iets gebeuren of zo. Want je hoort, kijk, Hans is gewoon manisch. Dus en als hij in die piek zit, dan is het bijna niet meer te stoppen. Maar hij vertelde ook dat hij inderdaad gewoon de hele nacht niet in slaap kon komen. Maar door en door niet. En dus ja, dan ga je maar iets proberen om wel tot rust te komen.
Maar dan hadden die nachten door en dan was hij weer aan het zwerven daar en daar en dan weer daar. En, maar dus een meisje achter de bar van de Weber die zei al, Hans, je weet dat je hier niet mag komen. En toen dacht ik, ah, serieus, hier ook al niet? Dacht ik echt bij mezelf, want hij mocht al nergens meer komen. Ik schud wat handen. Maar wie schetst mijn verbazing? Bij de vijfde hand voel ik een hand op mijn schouder. Nee, ik kreeg een stomp. Ik kreeg een stomp van iemand die zich als de broer van Bram van der Velde had voorgesteld. En, maar uiteindelijk tussen toch die deur open, dus we gingen naar buiten. En dit is niet de verzinning, gewoon recht in de armen van twee politieagenten. Die waren dus al gebeld tot gekke Hans er weer was. Ik denk dat Bram, de politie, die immers scheetsgewijs om de hoek zat, had gebeld. En ik werd vervolgens in de boeien geslagen. En die reactie van die politieagenten is meest vond ik echt zo geniaal gewoon. Ze hadden niet zoiets van, ah, we hebben een boef. De reactie van die politieagenten toen ze Hans zei, Hans, jij weer gewoon. Zo vaak heeft die gast gewoon dit soort weirde shit geflikt. Ook daar heeft hij mij dus mishandeld, zo zie ik dat. En daarom zie ik deze film, tenzij dit nog steeds een slechte grap blijkt, zie ik deze film toch als een soort rehabilitatie en genoegdoening en eerbetoon vooral, omdat ik jaar in jaar uit alle talenten van Nederland gevolgd heb. Zowel in een gesprek als interview, dan wel in een kritiek schuilstreep. Recensie. Ja, was een benefietavond voor Amnesty International. Zaganar, zo heette die dude. Dat was een comedian. Volgens mij Tibet of zoiets. Dat soort shit. En in de Betty Asphalt hadden ze dus een avond. Amnesty had een avond georganiseerd om geld in te zamelen voor de advocaten van Zaganar. Om hem vrij te krijgen, om in elk geval zijn zaak te beslechten. Ik zeg Hans, wat leuk. Ik steun dat initiatief. En dan is het misschien wel leuk dat ik daarna de mensen vermaak met mijn pianospullen. Hij zegt Hans, dat is goed. En op die dag, en dat weten die comedians niet, maar op die dag is zijn moeder, iets met zijn moeder is dan gebeurd. En Hans die zat in het manische en die was toen emotioneel. Want Hans die kwam dus stomdronken gewoon, zeg maar, bijna helemaal aan het eind van de show kwam hij binnen. En natuurlijk, weet je, ik ken mensen die hackelen. Ik heb nog nooit gehoord van een impresariaten die hackelen, nog nooit. Impresariaten die hackelen niet, dat is belachelijk. Hetzelfde dat comedians niet gaan hackelen. Dat is bullshit, gewoon, dat doe je niet. Nee, dat is gewoon maar een dronken impresario die tijdens een benefiet gaat hackelen. Gewoon, dat is echt het meest belachelijke wat ik ooit gezien heb. En, maar hij ging het dus doen bij mij, bij Chris, bij Martijn Oosterhuis, Arie. En dus, maar ja, dus ik dacht, ach, van een beetje pannenkoek gewoon, weet je wel, een mogol. Ik zag optredens van onder andere Arie Gaan. En Arie Gaan deed weer origami of hoe dat heet, zeg maar het Adam en Eva verhaal. En toen riep ik, waarvan acte? De helft kon daar smakelijk om lachen en de andere helft was zeg maar in zijn kuip gepikt. Na afloop is het een afterparty, dus waar we met z'n allen naartoe. En iedereen was al redelijk geïrriteerd over hem, dus wat allemaal gedaan of die geflikt had tijdens de show ook. Alleen Hans natuurlijk niet, die dacht dat hij een goede toevoeging was geweest. Dus hij denkt, laten we nog een klein stukje toevoegen. Ik ga piano spelen. En op een gegeven moment ging hij dus piano spelen. Dat was toen wij naar buiten gingen om een peukje te roken. En dat mocht dus schijnbaar niet. En, want iedereen zat nog te praten en hij zat aan ding, 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 ding. Als een fucking maloot gewoon. Gaat zitten voor de piano, doet die piano omhoog. En zingt of speelt gewoon een van de ja, mooiste stukken die ik ooit heb gehoord. Gewoon, weet je, gewoon ruut. Gewoon of het niks kost. Of het gewoon maar echt met Wiebe gewoon, weet je, wat je op de theaterschool leert, gewoon helemaal in het instrument en het gevoel. En hij weet je, het gewoon de emotie droop gewoon af in die foyer. Ik doe de klep open van de piano, want dat is een beetje mijn gewoonte bij een klassieke piano met een klep. Nou. Ik denk, ik ga dat nummer wat ik eerst ooit voor mijn helaas te vroeg overleden moeder heb gecomponeerd, waar 10 jaar tussen zat, dat ga ik even spelen. En dat gaat bij de mensen rechtstreeks naar binnen, maar ik speel dat zachtjes, want ik heb respect. Na de show vond hij het zo mooi, dat goede doel, en dat op deze dag, want hij was toen amateur paragnost, dus hij dacht van, nou, dit is dan omdat mijn moeder en bla bla bla, en dit deze avond is daarom ben ik hier. Op dat moment, Berger en Bater, komt er een woesteling op mij afgestoven, die ik ken als Gees. Dus
Gijs is er klaar mee en die denkt, ik doe de klep dicht, we houden er mee op. Ja, Hans heeft natuurlijk zijn vingers er nog keurig op het toetsenbord en die trekt ze natuurlijk niet weg, ook niet als je die klep dicht doet. Dus die besluit gewoon lekker door te spelen, klep of geen klep. Vervolgens gaat die klep dicht en Hans denkt, wat doe je nu? Gijs komt aanlopen en die zegt, wil je er even mee stoppen? Hij zegt, ja, maar dit is van mijn moeder. En die flikkert zo die piano ding, zo bam op die handen. Weet je, gewoon boom. En hij en Hans, wat doe je nou, weet je? En Hans zegt, ja, maar dit is van mijn moeder. Dit is een soort lied van mijn moeder. Weet je, helemaal gewoon, hij begreep het niet. En op dat moment stuift deze Gijs op mij af. Doet echt ongelogen, er zijn getuigen bij geweest. Bam! Die klep op mijn vingers. Mijn vingers zijn zeer gevoelig. Ik heb ook een week geen vrouw kunnen bevredigen, zou ik maar zeggen. Althans, Manuel. Manuela. Hey, Isaac. Martijn Oosterhuis en Gijs, die springen op hem gewoon als een soort, weet je, als een soort tijgers in het jungle die pakken en beet. Die grijpen hem bij de keel. En die sleuren hem gewoon 2-3 meter, sleuren ze hem door die foyer heen. Al die mensen kijken, die denken van wat gebeurt hier? En nou, dus toen Martijn Oosterhuis, die was al pissig gewoon. En Martijn zat net op vechtsport. Nou, dan weet je, als Martijn net iets doet, dan wil hij dat ook aan iedereen laten zien. En sleur hem door die gang heen en ze flikkeren hem vanuit dat, want dat is ook zo'n verhoging, ze flikkeren hem zo naar buiten. Dus toen kreeg hij een heupzwijf en toen hebben wij nog netjes de deur open gedaan, toen hij gewoon naar buiten gekegeld werd. En gaan erom lachen. Gaan we gewoon. Weet je, ja. Ja, dat. Dat heeft me wel. Dat heeft me heel veel verdriet gedaan. Ta-da-da. Ja, wegwezen, Kreng. Tijd voor mij. Mag ik spelen zonder dat de klep dicht gaat? Oh, hier zit geen klep op. Nou, dat scheelt ook. Dan ga je, man. Wel een bepaalde swagger, zeg maar. Zo'n bon vivant, zo loopt hij in de rond. Zwieren noem ik dat. Maar boven alles, hij bedoelt het altijd goed. Persoonlijk is het een ontzettend goede kerel met echt geen kwaad in zijn hele lichaam niet. En hij is bijna 2 meter, dus het is nog wel een lichaam. Maar de man zit geen kwaad. Er zit geen kwaad in die man. Ik denk niet dat het een kwade man is, maar hij heeft ook geen controle of zo over wat hij doet. Dus. Maar het was wel mijn allereerste betaalde gig. En die eerste knaken die je verdient met een comedy set was in de Kromme Toeter in Heerlen. Dat is wel te gek. Nou nee, ik heb er toch al vrij veel gedaan hoor. Maar ook heel veel leuke. Moet ik echt wel zeggen. Het mag gezegd, ik heb ook echt al hele leuke plekken voor hem gespeeld. Hij weet je ook te overtuigen op een of andere manier. Ik weet niet hoe hij het doet, maar als je aankijkt met die trouwe hondenogen, dan denk je van nou, ik ga mijn best doen voor deze man. Heel vaak heb ik ook vloekend in de auto teruggezeten, want ben je ook een mafkees. En dan een dag later belt hij weer op van ja, het komt allemaal wel goed. Het kwam ook allemaal weer goed. Wil je nog een keer weer spelen? Tuurlijk, Hans. Dat wilde ik dus spelen. Now you're swimming.
photograph on the dashboard. Taken years ago. Turn around backwards so the windshield shows every. Waarvan akte? Waarvan akte? Waarvan akte? Waarvan akte? Als u belooft. Dit is mijn verloofde. Altijd verloofde. Leuk hè? Met je handen zo gaat zo. Leuk hè? Leuk hè? Leuk hè? Leuk hè? Gezellig. Waarvan akte? Gek huis. Deserves a quiet night. I'm not sure all these people understand.